Ik ben Kees den Hertog, ik ben 60 jaar, ik kom uit Amsterdam. En ik werk bij bureau leerplicht van de gemeente Amsterdam, dus ik hou me bezig met spijbelaars en vroegtijdig voortijdig school verlaten. En in mijn vrije tijd geniet ik ontzettend van deze auto. Ja, in- en uitstappen vereist wat lenigheid, want hij is wel erg laag. Ferrari 328, Amerikaanse uitvoering was het uit 1986. In 1991 naar Nederland gekomen en daar is hij geleverd door de firma Kroijmans. Er zijn in de afgelopen jaren heel veel dingen aan veranderd. De katalysator is er onderuit gehaald, het injectiesysteem is aangepast. Het enige wat er nog aan herinnert aan de Amerikaanse oorsprong is de mijlenteller. Problemen heeft de auto natuurlijk ook met rijden. In ieder geval kijken als je naar de onderkant kijkt, drempels zijn echt een ramp in Nederland. Heel vaak schuurt de bodem. Moet ook elke 3 jaar moet het polyester aan de onderkant hersteld worden omdat die kaal geschraapt is. Verder het parkeren is natuurlijk een probleem. Achteruit heb je heel weinig zicht. En langs de straat zet ik hem sowieso niet. Ook voor de verzekering is dat een probleem. Hij moet eigenlijk altijd in een garage staan of op een omheind parkeerplek. Dit is het hart waar het om gaat bij de Ferrari uiteraard. 3200 cc V8, 270 pk's. Een heerlijke auto om mee te rijden. Je ziet hier nog de sticker van de katalysator. Die is er inmiddels uit, maar ik laat het stickertje wel zitten, want het hoort eigenlijk wel bij de auto. En verder, bagageruimte met de originele kofferset van Ferrari, zoals die geleverd werd in de jaren 80. Genoeg voor 4 weken vakantie als je dat zou willen. Bewust gekozen voor de V8 van Ferrari. De 308 en de 328, of eigenlijk de 328, zijn de meest betaalbare Ferraris. Een V12, een Testarossa en alle andere V12 modellen zijn echt een stuk duurder in onderhoud. Deze is voor Ferrari begrippen heel goed te doen. Het is niet goedkoop, maar het is wel ongeveer denk ik de helft van een 12-cilinder. Het interieur van de auto, voor die tijd redelijk luxe, had elektrische ramen, heeft hij al. Er zit zelfs een airco in, omdat het een Amerikaanse uitvoering was, was ook niet helemaal standaard. En verder, ja, helaas de mijlenteller. Gelukkig heb ik de TomTom om de snelheid te kunnen aflezen, want de mijlenteller is echt een ramp onderweg. Verder uiteraard leren bekleding, die er nog heel netjes uitziet. Dik leer, veel dikker dan het leer in moderne auto's. En verder is het vrij basic. Geen airbag, geen ESP, geen ABS. Het is nog echt autorijden zoals autorijden eigenlijk bedoeld is, naar mijn idee. Altijd een extra setje schoenen bij me, want het gas en het rempedaal zitten zo dicht bij elkaar dat je met een beetje grote schoenmaat beide tegelijk indrukt en dan wint de motor het echt van het rempedaal. Dus ik rijd altijd op kousen en altijd een extra setje schoenen in de auto. Hier doen we het voor. Lekker rijden op kleine weggetjes. Geen verkeer, geen drempels. Af en toe een kuil. Heerlijk. Strak schakelen. 4. Bochtje. Heerlijk, wind door je haar. Het is een cliché, maar het is wel waar. Dit is echt autorijden zoals het moet. Hier even voorzichtig. Dit is een drempeltje. Nog een drempeltje. Daar houdt hij niet van. Heel rustig eroverheen is één. Tweede drempel. En het gas kan er weer op. Top.
duizend toeren, dat doet hij gewoon. Heerlijk. Bochtjes, daar houden we ook van. Kijk. Het lijkt Frankrijk wel met zijn rotondes, maar het stuurt wel. Parkeren is een drama. Daar stuurt hij veel te zwaar. Maar eenmaal op snelheid is dat echt de Ferrari. Dit is mooi. Hoort het geluid, heerlijk. Ah, dit is auto is zoals we die jaren bedoeld hebben. In de jaren 80. Oh, een beetje hard. Straks schakelen. Ook na 26 jaar nog. Geen enkel probleem. Sturen. Hartstikke vast op de weg. Ferrari. Zon. Dakje open. Zin in vakantie. Eén ding is wel belangrijk. Je moet echt een partner hebben die ermee akkoord gaat dat je zijn auto rijdt met al zijn beperkingen. Gelukkig heb ik die. Dus over een paar weken gaan we weer lekker toeren met deze auto.